op stap. Echt op stap. Dit keer niet bellen of videoverbinding, maar echt daadwerkelijk aanwezig in Den Bosch. Na de rellen en plunderingen kreeg koning Willem-Alexander de veerkracht van Den Bosch te zien. Als een wervelwind waren een paar honderd amokmakers door het stadscentrum geraasd. Een spoor van vernielingen en gebroken glas achterlatend. Maar de bossengemeenschap had massaal de bezems gepakt en op diverse manieren is het herstel ingezet. Het kan geen verrassing zijn dat ook het zwaar getroffen Primera-filiaal in Den Bosch werd bezocht. Volgens de koning is het gezicht van het leed dat ondernemers door plunderingen en vernielingen is aangedaan. De kracht die van Den Bosch in Nederland uitgaat om u ook te ondersteunen erin. Maar de hele stad heeft natuurlijk hieronder geleden. Ik vind het ook fantastisch hoe u die nieuwe rol op u zich neemt. Nou, dat is ook wel belangrijk. Ik ben niet van plan om die zomaar af te geven. Want ik, ik ben natuurlijk. Nu begint alles pas een beetje in te dalen. Ja. Kozijnen zijn allemaal. Het geluid is niet heel erg goed te verstaan door de mondkapjes. Maar de eigenaresse vertelt dat ze in 2,5 minuut tijd haar winkel hebben vernietigd. Ze vertelt na afloop van het bezoek dat ze vereerd is door zijn komst en dat het haar weer sterk maakt. Het is goed om te zien dat je door het hele land wordt gehoord en nu dus ook door de koning. Dat geeft haar extra steun. Het geeft die steun een gouden randje. Het maakt je weer sterker en nog sterker dat je door het hele land gehoord wordt en... Ja, ik weet gewoon niet zo goed wat ik moet zeggen. Ik ben overdonderd. Ja. 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 Het is natuurlijk ook algemeen bekend dat het beter is om zo snel mogelijk alles op te ruimen. Want dat mensen geen plezier hebben om later te zien wat ze aangericht hebben. Maar voor u heeft dat natuurlijk wel heel veel extra werk betekend maandagavond. Willem-Alexander vertelde dat hij de afgelopen dagen met totaal ongeloof naar de beelden en berichten gekeken heeft van de coronarellen in Nederland. Everything is gone. I wanna run away.